Een Utrechtse sportschoolhouder zou het brein zijn achter de lugubere martelkamers in het Brabantse Wouwse plantage, waar de politie deze week beelden van naar buiten bracht. Samen met 5 anderen werd O in juni al opgepakt. Ik spreek erover met misdaadverslaggever John van den Heuvel. John, welkom. Robin van O, wat weten we precies van hem? Wat is hij voor iemand? Nou, Robin van O is eigenlijk iemand die wel regelmatig is voorgekomen in grote onderzoeken naar georganiseerde misdaad, met name in de regio Utrecht. En wat van hem bekend is, is dat hij eigenlijk een soort van aartsvijand is van Ridwan Taghi. Een ander kopstuk uit de Utrechtse onderwereld, die dus nu al enige tijd vastzit. En Robin van O maakte deel uit van de alliantie. En dat was eigenlijk een soort van samenwerkingsverband tussen een aantal drugsorganisaties die één front hadden gevormd tegen Ridwan Taghi. En in het kader van onze publicaties over Ridwan Taghi hebben we ook nog wel eens contact gehad met die alliantie en met Robin van O. Omdat zij eigenlijk los van het onderzoek van politie en justitie ook op zoek waren naar Taghi. En dat werd uiteindelijk een hele bloedige speurtocht, waarbij ook slachtoffers zijn gevallen aan beide kanten en ook met name aan de kant van de alliantie. Ja, en Robin van O, die leefde een beetje een leven onder de radar, werd er overal gezegd. Hij had wel een Utrechtse sportschool, had hij. Ja, dat was eigenlijk ook een beetje wat hij deed, of tenminste voor het gaan. Nou, het is een sportieve jongen en ook zijn vriendin is redelijk sportief. Die deed ook mee aan bodybuildingswedstrijden en dergelijke. Maar het wordt wel gezien als een soort dekmantel, die sportschool, voor allerlei andere activiteiten, met name dan op drugsgebied. En als gezegd, hij was wel behoorlijk gepokt en gemazeld in dat Utrechtse milieu. Hij zou ook goed bevriend zijn met de Marokkaanse tegenstrever eigenlijk van Taghi, Moes. Althans, zo was zijn bijnaam, diegene die uiteindelijk ook bijna vermoord was in Marrakesh, in Marokko. En in plaats van Moes werd toen een zoon van een onderzoeksrechter in Marokko vermoord. Dus je kunt hem wel plaatsen midden in die hele bloedige Utrechtse onderwereldoorlog. En daar heeft hij ook wel aardig een deuntje in meegeblazen. Overigens moet ik er daarbij wel meteen aan toevoegen dat de politie en justitie nooit daadwerkelijk hard bewijs hebben gehad voor zijn rol in onderwereldliquidaties en dergelijke. Er zijn wel altijd vermoedens geweest, maar hij is daarvoor nooit aangeklaagd, laat staan verder vervolgd of veroordeeld. De politie merkte op enig moment wel dat hij dus een van de spelers was op dat veld en heeft hem toen dringend aangeraden om naar het buitenland te verkassen, om ook ervoor te zorgen dat hij niet zelf slachtoffer zou worden van een liquidatie of van een aanslag. Nou, hij is dus een tijd onder de radar geweest, maar dook dus op uiteindelijk in een Haags penthouse, waar vandaan hij dus allerlei gesprekken ging voeren en berichten ging sturen via versleutelde telefoons. En de politie is erin geslaagd om die telefoons te onderscheppen, althans het berichtenverkeer van die telefoons te onderscheppen en dat te ontcijferen. En toen bleek dus eigenlijk zijn rol in die hele affaire die nu aan het licht is gekomen rond de martelcontainers. En dat gaat dan om die Encro-chat-hack, hè? Waar we van vorige week wat meer... Exact. Ja, die Encro-chat-hack leidde tot een aantal berichten die nu door justitie aan onder andere Robin van O worden toegeschreven. En onder zijn vlag of mede met zijn betrokkenheid zouden dus die containers zijn ingericht om mensen te ontvoeren, tegenstanders te ontvoeren, vijanden naar zo'n container te brengen en ze daar dan vervolgens te martelen. En dat zou dan ook allemaal weer te maken hebben met de conflicten in de drugsfeer. De beoogde slachtoffers, want ook die kwamen naar voren in die berichten, die zijn door de politie gewaarschuwd. En die zijn dus op die manier voor veel onheil bespaard gebleven. Maar het was een overtuiging van politie en justitie zeker de bedoeling om die mensen daar aantal hele onplezierige momenten te bezorgen. En die doelwitten zouden dus van straat worden gehaald door een soort van nep-arrestatieteam van de politie. Ze hebben ook een inval gedaan in een loods aan de A16 in de buurt van Rotterdam. En daar vonden ze dus allemaal spullen, politiespullen, waarmee dus kennelijk de daders van plan waren om met auto's bijna op de wijze zoals een arrestatieteam ook te werk gaat.
slachtoffers of doelwitten klem te rijden en net te doen alsof ze van de politie waren en ze zo vervolgens mee te nemen naar die martelcontainers. Ja, dat is wel echt heel bizar. Weet jij of er in Nederland nog meer van dit soort martelkamers zijn? Nou, het is niet helemaal uniek dat er zeg maar in de onderwereld soms hard met elkaar wordt omgegaan. Ik ken ook zelf uit mijn eigen praktijk wel voorbeelden van een aantal jaren geleden ook nog. Dat we hebben in die affaire toen met Palm Invest hebben meegemaakt dat een van de vermeende oplichters een pink werd afgeknipt. Of een teen werd afgeknipt. En we hebben ook wel gezien dat er vingers werden afgeknipt van criminelen. Of dat er met een boormachine knieën werden doorboord. Of dat mensen inderdaad echt helemaal in elkaar werden geslagen tot de dood erop volgde. Dus ja, het uitvoeren van martelingen in de onderwereld, dat is niet nieuw. Maar dat het op zo'n grote schaal nu wordt ontdekt, dat is wel nieuw. Nou waren er naast Robin van der O ook nog 5 andere verdachten opgepakt. Wat weten we over hen? Die worden allemaal gezien als handlangers of in ieder geval ook... Als mensen die een rol hebben gespeeld in dat hele criminele circuit. Maar wat precies exact hun rol is geweest, dat is nog niet helemaal duidelijk. Nou, hebben we natuurlijk best wel veel gehoord over die EncroChat-hack van de politie. Verwacht jij op de korte termijn nog meer van dit soort grote zaken die aan het licht komen? Nou, de politie verwacht dat in ieder geval zeker. Natuurlijk is het een enorme bulk aan informatie die dan op de bureaus van rechercheurs terechtkomen. En je moet je voorstellen dat dat natuurlijk allemaal moet worden nageplozen en dat er allerlei aanvullend bewijs nog bij moet worden gezocht. Ja. En de politie heeft zich in eerste instantie natuurlijk wel gericht op de zaken waar direct mensen in levensgevaar waren. Of waar, zoals in dit geval van die martelcontainers, misschien mensen heel veel onheil zou worden aangedaan. Dus dat heeft een hoge prioriteit gehad om dat op te lossen. Maar nu zal de komende maanden, misschien zelfs wel jaren, gebruikt worden om allerlei eindjes aan elkaar te knopen. En bij die gesprekken dus namen en rugnummers te gaan zoeken. En uiteindelijk ook uit te komen op concrete strafbare feiten. Waarna mensen zullen worden aangehouden. En wat dat allemaal gaat opleveren en wat dat ook straks in de rechtszaal zal gaan betekenen, dat moeten we nog gaan afwachten. Ik heb natuurlijk bijvoorbeeld ook de advocaat van Robin van O om commentaar gevraagd. Die weigeren op dit moment ieder commentaar te geven. Ook omdat ze natuurlijk zich eerst heel goed willen verdiepen in wat zijn nu precies de bewijsmiddelen en hoe gaat dat straks in de rechtszaal juridisch worden afgewogen allemaal. Ja. Nou, John, we gaan het volgen en dank je wel dat je ons... Oké, graag gedaan.